In deze korte video leg ik uit hoe in PowerPoint een vorm, een enkelvoudige vorm, kan vullen met een afbeelding, maar ook verschillende vormen kan vullen met afbeeldingen en ook deze afbeelding draaien. Ik begin met een enkelvoudige vorm. Ik klik op invoeren, klik op vormen. Ik kies hier bijvoorbeeld voor een rechthoek. Vermits het om een vorm gaat, kies ik hier voor vormopvulling. Hier kies ik voor afbeelding. En ik kies voor stokafbeelding. Afbeeldingen die beschikbaar zijn via PowerPoint. Ik kies hier bijvoorbeeld voor deze bloemen. Klik op invoegen onderaan. Het ogenblikje geduld. En de afbeelding wordt gevuld. Om deze afbeelding te maken, of om deze vorm te maken, ga ik als volgt te werk. Ik kies opnieuw een lege presentatie. Ik klik op invoegen. Klik op vormen. Kies hier voor rechthoek met afgeronde hoeken. Als ik hier nog wat op klik, worden ze verder afgerond. Als ik nu klik op Ctrl-D, wordt er een kopie bijgemaakt. Ik plaats die hier vlak onder. Ik maak nog een kopie, Ctrl-D. Ik maak nog een kopie. Ze zetten zich nu al automatisch hieronder. Nu ga ik al de vormen selecteren. Controlen, toets inhouden. Klik met de rechtermuisknop. Klik op groeperen. Groeperen. Ik selecteer opnieuw alles. Ik klik opnieuw op vormopvulling. Klik op afbeelding. Ik ga nu een afbeelding zoeken uit mijn eigen bestand. Klik hier op het gerechtshof van het Hof van Beroep te Gent. En u ziet dat het gerechtsgebouw hier verschijnt. Ik wil nu deze vorm een beetje draaien, maar de afbeelding moet recht blijven staan. Hoe doe ik dat? Ik klik hierop. Ik draai de afbeelding zoals ik wens. U krijgt de indruk dat er 5 verschillende afbeeldingen gaan zijn, maar wanneer ik de muistoets loslaat, zal er slechts 1 afbeelding verschijnen. Maar u zal vaststellen dat ook de afbeelding is meegedraaid. Hoe kan ik dit veranderen? Ik zet dit opnieuw recht. Ik klik hier op draaien, rechtsbovenaan op draaien. Meer opties voor draaien. Zorg dat het eerste icoontje is aangevinkt. En hier kies ik voor draaien met vorm. Ik neem dit vinkje weg en ik ga die vorm nu opnieuw draaien. U krijgt opnieuw de indruk dat er 5 afbeeldingen worden toegevoegd. Wanneer ik nu de muisknop loslaat, dan zal u zien dat de vorm gedraaid is, maar niet de afbeelding gedraaid is. Ik kan nu nog een stap verder gaan. Ik heb hier een afbeelding. Maar ik wens de punten op deze afbeelding te veranderen. Ik klik hierop met de rechtermuisknop. Klik op punten bewerken. En wanneer ik mij nu hier plaats met mijn cursor, dan ziet u dat ik de vorm kan veranderen en de vorm die ik wens.